Het Geneesmiddelenagentschap besliste onlangs om Sinutap enkel nog op voorschrift mee te geven vanaf 1 november. En testaankoop vraagt zelfs een volledig verbod. De moeite dus om het er eens over te hebben met Martin, onze experte gezondheid. Dag Martin. Hallo. Ja, Martin, waarom hebben we het hier over Sinutap? Het is een hot topic. Ja, klopt. Het is inderdaad fel besproken geweest in de media enkele weken geleden. Omdat inderdaad het Geneesmiddelenagentschap besliste om het op voorschrift te plaatsen. Het is dus niet meer vrij te verkrijgen in de apotheek vanaf 1 november. Nu, daar zijn verschillende goede redenen voor om zoiets te doen. In de eerste plaats risico van ernstige bijwerkingen. Daar zullen we het straks meer uitgebreid over hebben. Dan in de tweede plaats zijn er ook signalen dat het misbruikt wordt als eetlustremmend middel en als stimulerend middel. En dan ten derde, voor geneesmiddelen op voorschrift mag geen reclame gemaakt worden. Dat mag alleen voor geneesmiddelen zonder voorschrift, die vrij te verkrijgen zijn. En dat is een goede zaak, want reclame heeft eigenlijk maar één doel en dat is de omzet verhogen. Mensen aanzetten tot gebruiken en dat is echt het laatste wat wij willen voor Sinutap. Jammer genoeg was de laatste reclamestunt de boodschap geven. Het is vanaf binnenkort op voorschrift, want ik zag in het nieuws dat er massaal veel mensen nog die laatste doosjes zonder voorschrift gingen halen. Nu, wat is dit medicijn dan eigenlijk? Hè? Wat is de samenstelling? Ja, Sinutap, volgens de fabrikant, kan dat gebruikt worden om symptomen van een verkoudheid en griep te behandelen. Dus verstopte neus, hoofdpijn, koorts. Het bestaat eigenlijk uit twee bestanddelen. Het eerste is paracetamol. Mm. Dat is een gekende pijnstiller. Ja. Eerste keuzemiddelen ook om pijn en koorts te behandelen. Dus dat is iets goed. Mm-hmm. Het tweede middel, pseudoephedrine, dat is allesbehalve een eerste keuzemiddel. En pseudoephedrine, dat vernauwt eigenlijk de bloedvaatjes in je neus. En daardoor gaat je neusslijmvlies ontzwellen en krijg je minder snot. Nu, over de werkzaamheid eigenlijk van pseudoephedrine is er toch wel wat discussie. De kwaliteit van die studies die is niet echt goed. En waarschijnlijk heeft het gewoon een licht effect op het gevoel van verstopte neus bij volwassenen. Nu, belangrijk om te weten is toch ook wel dat het sowieso geen genezend effect heeft. Hè. Het verkort de duur van je verkoudheid niet. Nee, we moeten de verkoudheid eigenlijk gewoon uitzitten. Ja, klopt. Het behandelt de symptomen. Ik wist zelfs niet dat er paracetamol in zat. Ja, veel mensen weten dat inderdaad niet. En dat is eigenlijk ook een van de risico's. Hè. Ah, ja. Mensen gaan dat combineren met een ander geneesmiddel. Hè. Bijvoorbeeld Afalgan, dat ook paracetamol pakt. Paracetamol bevat. En dan heb je een risico op overdosis. En dat kan ernstige problemen ter hoogte van de lever geven. Dat is dus eigenlijk al, als je wil, een van de bijwerkingen. Dat mensen vaak niet weten dat ze te veel paracetamol zullen nemen. Maar wat zijn dan nog die andere ernstige bijwerkingen waarover we nu zo struikelen? Ja, het is inderdaad eentje van, hè, want de lijst is helaas lang. En dat heeft te maken met dat bloedvatvernauwend effect waar dat ik daar juist al over gesproken heb. Hè. Dat vernauwt de bloedvaatjes niet alleen in je neus, maar ook rondom je hart, in je hersenen. Oef. En dat kan dan eigenlijk aanleiding geven tot een hele reeks van problemen, cardiovasculair, neurologisch, psychiatrisch, hè, om enkele voorbeelden te geven. Verhoogde bloeddruk, versneld hartritme, stuipen, psychose, hallucinaties, zelfs een hartinfarct of een beroerte behoort tot de mogelijkheden. En recent kwamen er nog twee extra bijwerkingen bij, hè, kwamen aan het licht. Mm-hmm. En bij die bijwerkingen, dat zijn syndromen, gelukkig zeldzaam, waarbij de bloedtoevoer naar jouw hersenen die vermindert en dat kan aanleiding geven tot levensbedreigende complicaties. Nu, gelukkig zijn al die bijwerkingen zeldzaam, maar het probleem is dat ze eigenlijk ook al kunnen optreden aan de dosis die vermeld staat in de bijsluiter. Ja. En dat het ook bij gezonde mensen optreedt, dus geen mensen die bijvoorbeeld geen problemen hebben ter hoogte van hun hart. Ja, en dan zeg je toch, dat is het eigenlijk niet waard, hè? Om uiteindelijk die verkoudheid een beetje te verlichten. Maar dan, in verband met die geneesmiddelen en bijwerkingen, denk ik, ja, dat hebben ze toch allemaal zo. Een gruwelijke lijst die je vooral niet van dichtbij wil bekijken. Of zeg je, het is toch opmerkelijk bij Sinutap
En beduidend vaker? Ja. Enfin, klopt, alle geneesmiddelen hebben bijwerkingen. En geneesmiddelen zijn geen snoepjes, hè. Daarom moet je er ook voorzichtig mee zijn. Ja. Maar vooral de moeite eigenlijk om het op voorschrift te doen, dat is toch al een eerste stap, hè? Dat is een eerste stap, ja. Maar voor ons niet voldoende. Een stap in de goede richting, maar niet voldoende. Wij vragen eigenlijk een verbod op Sinutap. Okay. Wij vinden dat uit de handel moet. En de reden is dat de bijwerkingen, ja, die zijn zo ernstig, ook al zijn ze zeldzaam, dat die eigenlijk niet te verantwoorden zijn voor het behandelen van ja, uiteindelijk een banale aandoening zoals een verkoudheid. Dat gaat vanzelf over. Ja. Om je symptomen te verlichten wil je toch geen hartinfarct riskeren, al is dat risico klein. Ja, natuurlijk. Ja, misschien mag ik dat aan jou vragen, Martien, expert gezondheid. Wat moeten we dan wel doen als we die vervelende verkoudheid hebben? Want er gaan er heel veel de ronde, hè? Het is eigenlijk... Ja, klopt. Er zijn geen seizoenen meer. Ja, het is gewoon heel het jaar door. Veel last van verkoudheid. Allee, veel mensen hebben last van verkoudheden. Ja, in de eerste plaats, geduld is een mooie deugd. Het gaat vanzelf over. Het duurt wel 1 à 2 weken. Ja. Maar je kan ook wel bepaalde geneesmiddelen nemen. Hè. Heb je veel last van hoofdpijn, dan kan je paracetamol nemen. Hè, maar niet gecombineerd met iets anders, hè, alleen paracetamol. En voor een verstopte neus raden wij aan om je neus te spoelen met een zoutoplossing. Ja. Ja. Helpt dat niet voldoende, dan kan je ook een neusspray gebruiken op basis van oxymetazoline of xylometazoline. Maar wel maar voor een korte tijd. Ja. 5 dagen max. Ja, dat is belangrijk. Hè? Je hebt tenslotte ook nog die databank waar jullie toch ook wel heel actief in zijn bij testaankoop van de geneesmiddelen. En dat is toch interessant voor mensen om daar eens naar te gaan kijken. Hè? Ja, absoluut. Wij geven eigenlijk voor elk geneesmiddel dat je kan kopen in de apotheek, geven wij informatie over de werkzaamheid, over de veiligheid. En wij maken ook de balans op. Hè. Wegen de voordelen op tegen de nadelen. En zo labelen wij eigenlijk de geneesmiddelen van nuttig tot af te raden, zoals Sinutap. Ja, inderdaad. Hoe ver staan wij in dat volledig verbod afdwingen eigenlijk? Dat is nu net begonnen dan. Dat is een eis advies, van ons. Wij kunnen daar zelf geen concrete stappen in ondernemen. Hè. Dat is iets wat eigenlijk het Europese Geneesmiddelenagentschap zou moeten doen. Oké, duidelijk. Martien, bedankt voor deze informatie. En misschien zien we elkaar nog eens binnenkort terug. Merci. Ja, geneesmiddelen zijn dus nooit onschuldig. We hebben in testaankoopafleveringen ook al gemerkt dat zelfs die supplementen die vaak bij apothekers te koop zijn trouwens ook niet zo onschuldig zijn. Dus ga eens kijken op die databank. Zoals altijd is testaankoop de beste adviseur daarin. Ik wens u nog een fantastische dag toe en tot een volgende keer.